Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het incident van mijn leven. Deze podcast is in het leven geroepen ter ere van het 150-jarige bestaan van Brandweer Amsterdam amstolland En hier naast mij zit Patrick Nuchter. Mag je het u Patrick? Uiteraard. Uiteraard, fantastisch. Patrick, um, allereerste vraag. Ik ben even heel erg benieuwd. Je loopt al een tijdje mee, volgens mij, bij de brandweer. We yep. hebben net wat voorkeur gesproken. Uh, wat. Welke functie beoefen jij in nou, de brandweer? Ja, Op het moment ben ik uh, bevelvoerder okay. op uh, Kazerne Teunens, dus in uh, Amsterdam-West bij het Westenpark, Noorzenlommer. Ja. Okay. Uh, dat is dus staatsliedenbuurt, uh, buurt en uh, een stukje Westing, richting Oorsdorp. Uh, ik ben 22 jaar uh, bij de brandweer uh, Amsterdam. Daarnaast ben ik ook nog vrijwilliger. Uh, dat doe ik bij mijn dorp. Dus uh, Daar zit ik uh, nu 28 jaar bij de brandweer. En daar uh, heb ik het uh, genoeg om uh, postcommandant te zijn. Dus uh, ben ik min of meer de, de chef daar. De chef? <laughs> ja, zoals de jongens me noemen, de chef. De chef. En kun je er ja. iets meer over uitweiden? Uh, ja, ik doe uh, in, uh, bij de vrijwilligers. Uh, ben ik uh, dus in uh, 1995 begonnen. En uh, daar ook doorgegroeid naar bevelvoerder. En uh, uh, ik had toen een carrière als uh, kok, chefkok. En uh, omdat ik uh, daarbij uh, wat dagen in de week vrij was. Door de week. Ik werkte natuurlijk veel in het weekend. Ja. Uh, in het Amstel Hotel op dat moment. Hier bekend in, uh, in de stad. Um, en uh, bij de brandweer zochten ze mensen. Ik zocht daarnaast iets in hulpverlening. Dat trok Waarom? Me heel wat, erg. Wat, wat motiveerde jou om iets in de hulpverlening te zoeken? Uh, ik heb zelf ook hulp nodig gehad. Uh, ik heb uh, een te vroeg geboren kind. Uh, mijn oudste kind is uh, veel te vroeg geboren. Twaalf weken. 12 weken? Ja, 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 dat is een uh, keuteltje van uh, een kilo, uh, ja. 800 gram. Ze is heel erg ziek geweest. En daarbij krijg je mensen die uh, heel erg uh, gepassioneerd hun hulpverleningsvak uitoefenen. Met name uh, couveuse, verpleegkundigen, doktoren, dat soort mensen. Ja, en uh, ik uh, merkte daar dat, uh, dat hulpverlenen, dat mensen helpen en uh, zoveel mogelijk bijstaan, dat dat ook iets ...voor mij kon betekenen. En uh, ik kreeg toen de kans in het dorp... ...om bij die vrijwillige brandweer te gaan. Had nog een uh, zijdelingse oorzaak... ...dat uh, toen uh, bestond... je uh, het, het bestond nog niet. En in het Amstel Hotel... ...hadden we uh, de hoofd van de technische dienst... ...en de veiligheid... ...was uh, de bekende meneer Huizinga. En die uh, was commandant... ...van de brandweer in Weesp... ...als ik het goed heb. Ja. En die organiseerde brandveiligheidstrainingen... ...voor hotelpersoneel. Hm. Ja... En het BFV bestond niet. En dat, uh, dat die training, nou, daar was ik natuurlijk de eerste die zich aanmeldde. Dat snap je wel. Haantje de Voorste. Haantje de Voorste. Vooral <laughs> omdat de kamermeisjes en de meisjes van de back van de dingen, die deden ook mee. Nou, oh ja, dat was extra ja, leuk. Ja, dat is natuurlijk extra <lacht> motiverend. <lacht> Tuurlijk. Dus, uh, en we mochten toen uh, in de Zuidergasfabriek. was destijds het oefencentrum van Brandweer Amsterdam-Amsterdam. En uh, daar stond een brandmeester Platje met een grote snor. En die uh, duwde ons nog net niet het vuur in, maar uh, het leek er wel op. Maar ik vond dat schitterend. De, 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 die, die, ont... die, die hitte, die, uh, die beleving, dat rook, de mensen in, in paniek, de kamermeisjes waren in paniek. Kon ik daar toch nog een goede, een goede rol voor vervullen, weet je wel? Ja, kom maar, dat was de redder kom, in nood. Kom, redder in nood. <laughs> en uh, dat vond ik schitterend. En uh, daarbij het feit dat ik zelf die hulp nodig heb gehad en gekregen heb. Uh, het triggerde mij om bij die vrijwillige brandweer te gaan. En, uh, maar je ja. had ook gekund dat je voor ambulancepersoneel zou worden. Of, ja, of ik heb daar wel, ja, heb ik inderdaad naar gekeken. Ik ja. dacht uh, misschien een uh, nieuwe carrière, ik was toen natuurlijk uh, Chef Kok. Ja. En, uh, maar wat, uh, wat het voor verpleegkundig is: je moet weer opnieuw beginnen. Ja. Je begint eigenlijk heel erg aan het begin uh, met het uh, wassen van de poos. En uh, het schoonmaken van de bedden. Onderaan de ladder. Aan uh, Bij de brandweer begin je ook onderaan de ladder. Hè? Je, je wordt eerst brandwacht of aspirant. Aspirant-brandwacht. Uh, maar daar ben je gelijk in actie. Je bent niet alleen maar uh, de, het bloed van de straat aan het spuiten of uh, de slangen aan het oprollen. Nee, je bent gelijk vooraan bij het vuur en je bent gelijk in actie. Je bent gelijk mensen aan het redden. En dat, en, dat, jij wilde. en dat is wat jij wilde? En dat is wat ik wilde. En nog steeds, tot op de dag van vandaag? En tot op de dag van vandaag. En de dag van morgen ook. Ja. Dat blijft? Ja, dat blijft. dus is uh, passie. Zoals koken uh, ook een passie van me was en is. Daar wilde ik op inhaken. Want je zei, ik was chef-kok. Maar volgens mij, als ik het goed heb begrepen, werk je nog steeds in dat Of in ieder geval, ben je daar nog mee bezig? Met het uh, chef-kok zijn en... Het schrijven van boeken, als ik het goed heb begrepen. Ja, ik heb uh, ergens in, in de loop van mijn carrière de, de ambitie is geboren om een boek te gaan schrijven. En uh, het, het idee van mij was om een, een boek te schrijven, niet een traditioneel kookboek. En ook niet een traditioneel boekboek. Boek. Een roman of een werk veel, uh, maar whatever. Ja. Um, maar uh, een uh, combinatie van verhalen en koken. En de link naar die verhalen en naar het koken. En vooral voor mijn geval, mijn twee passies combineren: koken en brandweer. Want het heeft heel veel raakvlakken. Noem ze eens, noem eens ja, een aantal. Nou ja, het is eigenlijk al, begint het natuurlijk al bij. Uh, vuur. Bij vuur, hè? Ja. Het is allebei spelen met vuur. Ja. Je speelt met vuur. Je speelt met. Uh, of je maakt het uit. Of je doet ermee uh, wat, het, wat jij wil dat het ermee gebeurt. Ja. Temperatuur is belangrijk in brandweer en ook in koken. Als je niet tegen de hitte kunt kun je ook niet koken. Nee. Als je niet tegen de hitte. Vuurvaste hand je... moet je een beetje hebben. Ja, ja, ja. En gevoel ervoor. Gevoel. Ja. Um, en uh, het, het is natuurlijk een uh, heel uh, klein stapje van afblussen naar blussen. Gaan we twee letters af hè? Dus mm het -hmm. is dus, uh, allebei ook. Zo beurt. Uh, ja, ja. En uh, ik maak uh, st eigenlijk standaard de grap van: uh, ik was wel uitgekookt, maar niet uitgeblust. <laughs> ja. En dat is, ja, dat is een standaardregel die ik uh, toen uh, mijn afscheidsbericht uh, schreef in de keuken. van Ik ben wel uitgekookt, maar niet uitgeblust. Nee. Ik ga bij de brandweer werken. En je hebt wel eens dus een boek geschreven. Welke titel draagt het boek? Mijn boek heet uh, Brandstof. Brandstof. Ja. En, en vanwaar de titel? Ik heb het natuurlijk wel ja. vermoeden, maar ja nou brandstof uh, Brandstof spreekt voor zich in de, uh, bij brand. Je hebt uh, drie dingen nodig. Brandstof, zuurstof... En temperatuur, ja. nou die brandstof, die zit in het boek, maar het is brandstof voor de geest. Ik uh, schrijf daarin uh, verhalen, anekdotes, maar ook opinie. Uh, we hebben het al heel kort gehad over vuurwerk, hoe ik erin sta in de vuurwerkdiscussie. Uh, daar schrijf ik over en daar link ik naar een gerecht. Uh, een mooi. Hoe gerecht. sla je die brug tussen een verhaal en een anekdote, iets wat je hebt meegemaakt in de praktijk en... Een bord eten op tafel, even heel oneerbiedig zeg ik het dan. Want het is ja, meer dan ja. dat. Het maar is hoe, meer dan dat. Hoe sla je die brug? Uh, uh, eten heeft heel, te ma heel veel te maken met teamgeest en met samen zijn. Ja. Uh, als je eet, en uh, bij ons geval in de kazerne koken wij samen. Het bereiden van de maaltijd, het geeft een, uh, een teamgevoel. Het geeft het een broederschap. Bijna. Broederschap noem ik het, kameraadschap. Ja. kameraadschap. is beter in de moderne tijd, denk ja. ik. Uh, uh, koken verbroedert, uh, zorgt voor teambuilding en eten ook. Uh, juist aan de, aan de tafel, hè, aan de, tijdens de maaltijd, bespreek je de beste dingen. Uh, je zult het herkennen in je, in je thuissituatie. Absoluut. Uh, een bordje op schoot op de bank, dat werkt niet. Nee, voor tegenover, de buis. Nee, hoor. Ja, mooi tegenover elkaar of naast elkaar zitten aan tafel ja. met je kind of kinderen. Ja. En of met je partner. Uh, ja, daarmee komen de beste gesprekken. Uh, het begint over uh, koetjes en kalfjes, wat eten we, uh, maar daar ontstaan wel mooie gesprekken en uh, het is juist in het verwerken van de dingen die we meemaken bij de brandweer, is, is juist dat samen zijn op dat moment aan die tafel is belangrijk. En is... hoeveel van die momenten, want er is een lunchmoment, er is een dinermoment, kan ik ja, me ja, voorstellen? Daar, daar is dat het, zijn de momenten. Dat zijn de momenten. En juist dat avondmoment van het diner, uh, het wordt wel eens onderbroken door een alarm. Natuurlijk. Standaard, eigenlijk. Uh, <laughs> meestal als je net uh, je pan rijst op het vuur hebt staan, ja. Ja, dan gaat het alarm. Maar uh, is, een, is een kwalitatief goed gesprek onderling ook nog afhankelijk van de kwaliteit van het eten? Of doet dat niet ter zake? Absoluut. Want Absoluut als, zeg je. Als chef ja. kok in hart en nieren. Ja. ja, als er geen liefde in het eten zit, ja. eet je met een ander gevoel. En dan ga je dus ook niet uh, een goed gesprek voeren, want dan gaat het alleen maar van: hé, hey, dit is niet te eten. Dan is dat iets Ik weet niet van wie je dit gerecht hebt geleerd, of uit welk uh, boekje dit komt, of 24 Kitchen, maar het is, uh, moet overnieuw. Hmm. Ja, morgen weer de prik. Bij ons uh, eten dan de prik ja. bij de brandweer. Als je aan de beurt bent om te koken, doen we het gewoon keurig op volgorde. Je doet het niet vaker dan de rest? Ik denk dat ja, ze wel vroeger hebben. Nou, ik doe het stiekem natuurlijk altijd. <laughs> ja, bijna altijd. Het is, het is maar uh, zelden dat ik oversla met koken. En uh, juist ja, dat gaat, ben ik ook stiekem een uitzondering op de regel. Uh, de, de bevelvoerders hebben andere taken. En die, uh, die hoeven niet meer te koken. Maar uh, jij wil koken? Ik, ik wil graag koken, dus ik uh, doe dat erbij. Het is, ja, ook, ja. Uh, het is ook geen moeite, weet je. Uh, als je niet uh, dat van nature gewend bent, dan uh, zul je daar wat moeite mee hebben. Voor mij is het uh, gewoon uh, heerlijk om koek. te doen. is dus één uh, brok ontspanning. En, en als die maaltijd goed is, en als je begint met een goede maaltijd, en je zit daar met z'n allen van te smullen, dan gaan die verhalen ook beter. En dus het, ze zeggen is, wel eens, wat ik ook wel eens heb gehoord, als men stil is aan tafel, is het eten ook subliem. Ja. Maar ja. dat is misschien de eerste tien seconden. Ja, dat ze dat... even tot zich nemen, het ja, verwerken ja. en denken van zo. Ja, hoe langer dat moment duurt, hoe beter. Ja. En ik kan me voorstellen als. Brandweerlieden maken jullie heel veel mee. Uh, allerlei ja. incidenten, alle heftige tafereelen. Ja. Ja. Uh, nou, voor de een een trauma, voor de ander niet. Uh, allerlei ja. incidenten. Uh, hoe, hoe ontaart zo'n gesprek? Hoe, hoe gaat dat? Je hebt een lekkere maaltijd met liefde bereid. Je zit daar met z'n allen uh, met de ploeg. Je zit ja. bij elkaar en dan stelt iemand een vraag. Is dat iets wat natuurlijk gaat? Is dat iets wat. Ja, het is uh, gelukkig een natuurlijk proces. Ja, ja. En uh, we, kunnen, we hebben op dat moment ook gewoon de ruimte om uh, nog eens te, te spreken over het incident, wat of net gebeurd is, of wat eerder is gebeurd, of wat de andere ploeg heeft meegemaakt. Het zijn natuurlijk ook leermomenten, maar het zijn vooral leermomenten voor de geest en voor het loslaten van datgene wat je meemaakt. Uiterst belangrijk lijkt me. Ja, super belangrijk. En uh, daarom is ook uh, uh, gelijk het grote voordeel van die 24-uursdienst. Als je natuurlijk uh, acht uursdiensten werkt, uh, stop je om, uh, om drie uur ja. en dan zwaai je naar elkaar. En dan thuis zit je op de bank en denk je, ja, wat ik vanmiddag heb gezien. Oh, je hebt ja. geen afsluiter eigenlijk als het ware. Nee. Geen evaluatiemoment. Nee. En dan kun je thuis daar misschien niet mee weg. Als je thuis situatie goed is en je hebt mensen om mee te praten, is dat goed. Scheelt. Maar die mensen die het ook meegemaakt hebben, praten natuurlijk tien keer makkelijker. Ja. Wat zeg ik? 100 keer makkelijker. Ja. En dan hoef je ook niet met die shit thuis aan te komen. Voelt het zo als met shit thuis aan komen. mits je niet de gelegenheid hebt om met de brandweer over te praten? Voor mij persoonlijk niet. Maar ik, ik, ik weet dat het voor mensen wel voelt als shit. En, uh... Dat je ze opzadelt, je familieleden of je gezin. Ja, of... ja. Ah, zeker, zeker. En dat, de, ja, dat, dat kan allerlei oorzaken hebben. Waar, waar je denk ik psycholoog voor moet zijn. om dat te kunnen verklaren of te willen verklaren. Hmm. Um, we hebben gelukkig tegenwoordig ook uh, gewoon de gelegenheid om uh, een, uh, een, een check-up, een mentale check-up te doen. Ik hoorde ervan. Sinds een aantal jaar is dat in het leven geroepen. Ja, mij. Ja, ja, en uh, ja, wat mij betreft werkt dat heel goed, want je bent gewoon preventief bezig. En, uh, wat houdt het in een mental check-up? Ik heb er natuurlijk wel een beeld bij, maar. Ja, het, uh, het, het is gewoon een goed gesprek met een psycholoog. Dus iemand die er verstand van heeft. Jaarlijks. Heeft. En uh, ja, als je dat verzoek. wil. Op verzoek. op verzoek. En uh, je mag jaarlijks. En uh, het gaat eigenlijk kort samengevat over of je in balans bent. Ja. Of je stressoren opwegen tegen je energie. Waar je energie van krijgt en wat je energie kost. Ja. Als dat in balans is, is het goed. En, uh, het schrijven van een boek helpt heel goed. Ja? ja? Dat doet wonderen. Het doet echt wonderen. In welk ja. opzicht? Waar, waar? Uh, dat je de stressoren neerzet in leesbaar voor een ander. Ja. En uh, daarin uh, vind je dus energie. Ik ik vind het schitterend als mensen uh, in kunnen voelen wat ik schrijf. En uh, ja, ik doe uh, wel een beetje spiegelen aan mijn collega's. Van nou, wat, wat vind je ervan wat ik nu geschreven heb? Ja. Je hebt het al gedeeld onder uh, Ik deel in porties en uh, bij verschillende mensen. Om natuurlijk, ja, ik, ik ben ook nog maar een beginnend auteur, zeg maar. Dus ja, ik probeer wel uh, wat uh, reflectie te doen. En uh, ja, het wordt wel ontvangen als: oh ja, ja, dat is inderdaad wat ik voelde. Hm. Toen, ik herkende, eerst, toen ik voor het eerst een brand, bij een brand naar binnen ging... voelde ik inderdaad dat. Want is en, er uh, een chronologisch dat... uh, verloop in het boek? Zijn... Absoluut niet. Uit het leven niet. gegrepen? Nee. Verschillende... Ja, ja, ja. Uh, het is wel door mij en mijn redactie... Uh, in een goede volgorde gezet. Uh, in een voor ons logische volgorde. Uh, met een bepaalde afsluiting en een bepaald begin. Maar de stukken zijn gewoon... Ja, je kunt hem openslaan, in het boek. En dan kun je willekeurig een... Uh, stuk lezen, want het is opgebouwd uit columns en elke column leidt naar een recept. Welke uh, springt er uit voor jou? Welke column, welk recept? Welke? Uh, nou, als je het hebt over heel erg heftig, uh, dan is, is voor mij uh, het meest emotionele, wat ik ook niet met droge ogen voor kan lezen, gaat over uh, reanimeren. En uh, dat stuk heet: uh, Houd afstand, analyseer nu. En uh, dat is wat een AID tegen je zegt. Als je begint met een reanimatie. Je reanimatie, je stickert. Daarna zegt de machine: houd afstand. Analyseer nu. Stilte. En je wacht op wat de machine zegt. Schok geadviseerd of geen schok geadviseerd. Staat reanimatie, start compressies. Het is. Voor mijn gevoel. Ik spreek natuurlijk altijd vanuit mijn eigen gevoel. Hè. Ik kan nooit spreken voor een ander, ander mensengevoel. Dat mag gewoon anders zijn. Het is gelukkig ook anders. Maar ik wil daarmee laten zien dat een stuk professionele afstand super belangrijk is. Hou afstand. Maak het slachtoffer niet jouw slachtoffer. Ik kan dat slachtoffer niet mijn slachtoffer maken, omdat het dan, als ik 600 reanimaties doe in mijn carrière, wat daadwerkelijk zo is. Ik reken het echt heel vaak na, maar het is echt zo. Dan moet ik afstand houden. Dan kan ik niet elk slachtoffer mee naar huis nemen. Anders gaat het ten koste van jezelf. Analyseer het. Heb ik gedaan wat ik kon? Heb ik 110% erin gestopt? Ja, dat heb ik gedaan. Heeft mijn club dat gedaan? Hebben mijn, mijn jongens en meisjes dat gedaan? Ja, de analyse is we hebben onze stinkende best gedaan. Het is niet gelukt. De persoon Haalt het of haalt het niet. Soms lukt het wel. Het maximale gedaan. Daar kun je heel trots op zijn. Daar moet je trots op zijn. Dat je dat doet en dat je dat kunt. Dat je de uitverkoren bent. Want ik noem het de uitverkoren. Bent om die reanimatie te mogen doen. Om wat te betekenen voor een mens. Ik vind dat schitterend. Dat, dat is iets wonderlijks. Dat is iets wonderlijks. En dat is ook mijn drijfveer. Je bent degene die mag helpen. En is er wel eens... Misschien een gewetensvraag. Maar is er wel eens een moment geweest dat je die vraag in de analyse losliet en dacht heb ik nu mijn beste beentje wel voor hebben is er wel eens een vertwijfelmoment geweest is er was een onzeker moment geweest dat je dacht heb ik bijvoorbeeld het slachtoffer overleed of er gebeurde iets tragisch of ja. het zou ook nee kunnen zijn hè Patrick ik, ik denk dat het nee is ik denk dat het nee is ik ben blij voor ja, je ja ja, ja. Ik, uh, ja, ik heb denk ik het geluk gehad dat het, uh, ja, er zijn misschien altijd wel verbeterpunten. Tuurlijk. Maar, maar nooit in de cruciale zin. van uh, ik, uh, ik zat iemand op zijn buik te masseren terwijl het op zijn borst moest nee. zijn of zo. Nee. En uh, nee, nee, nee. Wat, wat wel echt, uh, uh, dat wil ik absoluut erbij zeggen, wat gewoon echt qua impact niet te evenaar is, is het reanimeren van een kind of van een baby. Een baby in doosnoten is echt het meest afschuwelijke. Daar kun je niet op voorbereid worden. Nee, nee, nee. Uh, zoals ik je net vertelde, heb ik zelf ook een kind uh, vroeggeboorte. en die uh, heeft ook uh, in die zorg uh, gezeten. Uh, daar uh, de, de, de is denk ik niks ergers dan dat. En uh, dat, da, daar moet je en kun je, en misschien is dat wel dat moment bij die maaltijd. Jongens. We hebben gisteren een kinderreanimatie gehad. Vonden jullie dat het goed ging? Heb je er nog uh, gevoel bij? Las je er wakker van? Uh, uh, Godzijdank hebben we tegenwoordig uh, collegiale opvang, mm. een uh, goed uh, TBO-team wat uh, wat goed draait, een botteam. Wat onderzoek doet. Ja. Uh, ja TBO is natuurlijk brandonderzoek, maar botteam. Ja, het botteam. Zijn dezelfde ja. letters. Ja. Af, afkortingen bij de brandweer schrijf ik trouwens ook iets over. Okay, over de akademie, ja, ja, ja. Tot absurd en toe. Ja, ja. Maar ik denk, inderdaad zoals je stelt, er is een mental check-up uh, op verzoek. Uh, er ja. zijn gelegenheden om het erover te hebben vanuit ja. professionals, maar ja. ik kan me zo voorstellen, als ik jouw verhaal zo aanhoor en ja. daarna het beluister, dat onderling is een beste. oor te luisteren leggen bij elkaar, daarin het delen, ja. lijkt ja. mij de meest helzame aangelegenheid, uh, gecombineerd met een goede maaltijd, ja Dat makkelijk. is natuurlijk ook iets wat we niet uitwissen. Uh, om erover te praten en te spreken. En wat, wat er op je hart ligt. Want, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de een of de ander... soms misschien wat moeilijker is om het te delen. Of dat het wat precairder is. Of dat je voor het eerst misschien een kinderreanimatie meemaakt. Of een babyreanimatie. En dat je... Op slot slaat? Of dat je de, toch? Hoe ja. signaleer je dit bij collega's wel eens? Ja, we doen natuurlijk uh, in, de, in de rol van bevelvoerder ons uiterste best om uh, te signaleren. Maar we hebben gelukkig, zoals ik net benoemde, het uh, botteam of team Collegiale Opvang. Uh, die zijn verspreid over de kazernes. Als mensen anders in hun vel gaan zitten uh, en juist doordat we 24 uur met elkaar zitten, weten we wat de normale gang van zaken is, weten we hoe iemand. Uh, gebruikelijk in zoveel zit. Als dat verandert, kunnen we signaleren en kunnen ze doorsturen. We exact. hebben uh, uh, daar uh, gelegenheid voor: uh, bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen. In het geval van andere zaken, dat het uh, over uh, 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 ongewenst gedrag gaat. Uh, dat kan ook uh, oorzaak zijn. Het kan gemeld uh, worden. Ja. Van, dat alles, alles alle uh, middelen hebben we. Uh, het moet natuurlijk nog wel pakken. Hè? Je moet het als. Uh, Brandweermens wel pakken de hulp. Maar er is genoeg hulp. Uh, daar ben ik van overtuigd. En uh, dat is er niet altijd geweest. Wanneer niet? Nee. Uh, nou, dat voorheen? Voorheen. Ik heb zelf uh, een, uh, een slecht voorbeeld van. Ja. En uh, in uh, een aantal jaren geleden, ik denk 2008, is er een uh, tankautospuit gecrashed in een broodjeszaak. Groot in het nieuws. Uh, bij een uitdruk naar Brand, uh, moest uh, uitwijken voor een politieauto. Raakte bij net niet een aantal mensen. Uh, en daarbij hebben mijn collega moeten uitknippen. Ik was daar de eerste te plaatsen uh, met uh, de HV, de hulpverleningsvoertuig, zware hulpverlening. Uh, we, hebben, we hebben echt alle middelen gebruikt die we maar konden gebruiken. Uh, de goden zijn geprezen. Uh, Marco heeft het uh, helemaal goed overleefd. Hij uh, zat vreselijk bekneld. Het zag echt vreselijk uit. Ik, ik had niet gedacht dat het goed zou komen toen ik daar was. Uh, maar hij, hij is nog steeds uh, bij de brandweer. En hij is bevel, bevelvoerder geworden. En hij doet het hartstikke goed. Dus, uh, echt uh, ja. en, uh, Wat trof je aan? Kun je als meenemen? Um, in dat ja, door? je treft aan een, uh, een. In de knel zeg een, je? Een brandweerauto als deze. Ja. Die uh, tot, uh, tot en met de passagierscabine. In de gevel staat van een uh, broodjeszaak. Ja. Uh, een grote plas uh, lekkende diesel eronder. Alles ruikt naar dieselolie. Uh, je ziet wat mist van uh, remmen en dingen. Uh, je ziet uh, drie collega's op de trambaan zitten. Eén liggen uh, met diverse verwondingen. En je ziet uh, je collega door het voorraam met zijn hoofd bebloed. Uh, en de collega van de ladderwagen die erachter reed. ...houdt zijn hoofd vast. En, en andere collega... ...die op de ladderwagen zat... ...die op dat moment niet... ...gewoon niet meer wist wat hij moest doen. En... ...naar me toe kwam... ...we moeten hem er maar uitknippen. En uh, ja... ...eerst stabiliseren. Eerst stabiliseren. Juist. Eerst ook en, afstand... Misschien, uh, ja. ...analyseren en zoals de het ja Stap voor stap en zoals je het geleerd hebt en gedrild bent en zoals je het doet. En dat werkte wonderwel fantastisch. Als je zie maar eens, lijkt mij het hoofd koel cool te houden wanneer het dus ja. een collega is. Ja, dat klopt. En dat, dat lijkt me is, lastiger. Is, is vreselijk lastig. En ja. de, 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 de aftershock wat je daarna krijgt, die is, die is niet te overzien. Ik heb daar uh, op diezelfde trambaan gewoon echt in tranen en tuiten, uh, met, mooi met de camera van AT5, bovenop uh, met een collega met het armpje eroverheen. En uh, ja, ik, ik was echt helemaal van de kaart. Maar, in pas, alle maar pas toen alles voorbij was. Toen ze zeiden: oké, okay, incidentmeester, incidentmeester. En toen was ik het kwijt. En wat gebeurt er dan fysiek in jouw, in jouw lichaam? Wat, wat, wat neem je waar? Uh, ik kreeg een soort. Uh, ik weet niet of een uh, 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 marathon gelopen heb. Nog niet, maar staat wel op de gedoe? Ja, ja, of een triathlon, een, uh, zoiets. Mm -hmm. Als jij finist in je eerste triathlon, dat gevoel. Je lichaam is compleet leeg, maar je weet dat je het goed gedaan hebt. En de emotie duwt je in, helemaal uit je energie. Je bent eigenlijk gewoon heel tevreden over wat je gedaan hebt, maar daar is dan wel nog. Het overheersende gevoel van, oh Jezus, komt het nog wel goed. Dus je bent niet nog in de sfeer van euforie, maar wel in de sfeer van: Dit stuk is achter de rug. Ja. Die inspanning van het bevrijden van je maat, die is achter de rug. Ja. En wat ik daarin meet, is dat je dus in dat moment alles hebt gegeven wat je in huis hebt. En, en, meer. Hebt tapte, en meer nog zelfs. Ja. En Heb getapt uit reservevaatjes en. Alles. Met dan een komt heel rekening. Team, en ja. Niet, dat was, want dat kan alleen maar als je dat samen doet. En dat deden we. En dat was ook, denk ik, het, het uh, terugblik. Als je kijkt hoe die inspanning was van al die grote mannen met die, met die tatoeages en die stoere kerels ja. En, en stoere vrouwen, uh, laat ik dat er vooral bij zeggen. Uh, de impact en wat we doen en wat we kunnen, dat is echt. Dat is on Ongevenaard. Boven natuurlijk bijna zou je kunnen stellen. Ja, ja ja daar kennen Champions League wedstrijd niet tegenop. Kan er niet dat nee, tippen? Hoor. Nee, dat is allemaal flauwekul. Dat hmm. is slappe slappe gasten. Ja, <laughs> daar heb je niet ja. zo mee. Nee, daar heb ik helemaal niks mee. <laughs> Voetbal. <laughs> ja, en heb je nog, uh, toen je op dat moment, ik ga even terug in de tijd, maar toen je dus leeg was op dat moment en wel het gevoel had of mentaal dacht, we hebben het gedaan zoals we het moesten doen. En incidentmeester, mm -hmm. Heb je daar later nog hulp voor nodig gehad? En dat is net waar ik het over wilde hebben. Dat is dus de clue. We kregen op dat moment veel hulp. Echt, op het moment. Ja. En, maar de dag daarna, de weken na, de maanden na, sterker nog, als ik het erover heb, is het eigenlijk met Marco als ik hem tegenkom. And that's it. Eerst waar we aan denken: ik zie Marco, ben ik blij dat ik je weer zie. Maar er is geen nazorg geweest. En dat, gelukkig, hebben we nu geleerd. Als we een zware inzet hebben, mentaal zware inzet... word je gebeld door je collega's van, te van uh, bot. team collegiale ondersteuning. Bot-team. Ja. Hé, hey, Gabber, hoe gaat het met je? Slaap je? je? Moeten we nog even een keer kletsen? Weet je wel? Dat. En ook wat ze gelukkig professioneel geleerd hebben doorvragen, niet van, hij hey, gaat het met je, ja, ja goed. slapen, maar ja, dat, dat nee. was hem. Nee. nee. Um, Tot de kern van de zaak komen. Ja, en zelfs dat mensen op de piste staan in Oostenrijk en op vakantie zijn lekker en die uh, week daarvoor een traumatische uh, inzet gaat hebben, staan op de piste, maar staan een uur later bijna vastgevroren op die piste omdat ze nog steeds aan de telefoon zijn. Hm. Dus dat is gewoon echt nu veel beter. Maar dat was toen. Niet goed. En in, in, ja, hard maar waar, ten koste van gasten zoals jullie op dat moment, hebben we door schade en schande geleerd om dus nieuwe inzichten te implementeren in een nieuwe werkwijze. Zeker, en ja. Nieuwe ondersteuning. Ja. Ja. We hebben ervan moeten leren, ja. Ja, en, en dat uh, gaat door schade en schande. Ja. Onontkoombaar. Ja. Onontkoombaar, ja. 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 Zijn er nog verbeterpunten, lettend op psychisch welzijn, op, op, op ondersteuning? Zijn er nog... Ja, dat denk ik wel licht, want er zijn gewoon heel veel mensen uh, uh, in de afgelopen tijd tussen het wal en het schip gevallen, hè, wat, wat, ik, wat me ontzettend pijn doet, omdat het gewoon echt hele dierbare uh, collega's van me zijn die uh, met uh, wat voor klachten dan ook in de psychische zin thuis zitten en die niet die zorg gehad hebben die, uh, die ze nodig hadden en uh, wat daar dan de oorzaak van is, dat doet er helemaal niet toe. Maar het is zo schrijnend dat ze tussen het wal en het schip zijn gevallen. En daar zou je heel graag iets voor willen doen. Maar het is gewoon heel moeilijk om dat nog achteraf goed te maken. Dat, dat is bijna niet te doen. Wat uh, herstellen? Dat, ja, dat herstellen. Dat, dat, daar zou ik wel iets voor willen. Maar ik, ik zie ook niet wat, zeg maar. Waar we ons, denk ik, ook vooral op moeten focussen is het voorkomen van. Dat, dat we niet nog honderd collega's of. Nou, ik, uh, zullen er niet honderd zijn, maar dit dat we niet nog tientallen collega's hebben die ook in die molen raken. Van, uh, van het niet meer zien zitten of uh, het niet meer aankunnen of ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is echt iets wat we moeten leren en moeten toestaan. Uh, dat ligt niet alleen aan de korpsleiding. Dat ligt ook aan onszelf. Aan de manier hoe we ermee omgaan ja. en uh, hoe we ermee kunnen omgaan. Je moet openstaan voor hulp. Superbelangrijk. Dat is één. En gebruik gewoon die momenten om met elkaar te praten... over hetgeen wat je meemaakt. Uh, en en die, die ruimte moet er zijn. Die ruimte moet er zijn. Iedereen moet zijn, kunnen zijn zoals hij is. Maar iedereen moet ook daar eventjes een traan kunnen laten. Dat en is het zeer is, menselijk. Ja, en weet je... Ik heb in mijn hele carrière... Uh, wordt vaak gezegd van ja. Vroeger mochten we niet huilen, mochten we niet. Ik heb. Misschien ben ik een janker, maar ik heb gehuild hoor. Ik deel dit met je. Geloof me, echt. Mannen huilen ook? Ja, ja, het ergste, joh. Het ergste. Het ergste ja. zelfs. Inderdaad. Ja, 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 volgens mijn vrouw zijn we allemaal aanstellers. <laughs> ja, ja. Maar dus ik wil de... nog even als laatste toevoeging aan dit zeer waardevolle gesprek koppelen: dat de collega's die helaas tussen het wal en het schip zijn gevallen. Uh, wellicht is het nog ja, uh, de gelegenheid om af en toe een belletje te doen naar elkaar of ja. iets. Ik denk dat je ja. dat ook doet, daar zie ik je wel voor aan. Ja, en, en dat is ook juist het moeilijke. Hè? Want uh, uh, die uh, collega's uh, willen vaak ook heel veel afstand juist van, van, los de, van, van de brandweer. En uh -huh. het is ook heel moeilijk om daar natuurlijk. een brug in oh, ja, te slaan. Ja, 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 de een wil het wel, de ander niet. En. Uh, op, ons, onze uh, rooster en onze werktijden lenen zich er ook niet altijd voor. Het is een slap excuus, maar uh, mm. het, is wel, het is wel zo. Ja. Uh, en ik, ik wil al die gasten die dit mogelijk zien... en die degene zijn die tussen het wal en het schip zijn... zij zijn mij allemaal heel dierbaar. En ik hoop ook dat ze dat weten. En uh, anders bij deze. Um, ik hoop oprecht dat ze... Dat ze weer goed kunnen functioneren in wat whatever ze gaan doen... of whatever, hoe ze ook terug willen komen. En met op ja. de toekomst laten we hopen dat er zo min mogelijk... Ja, nieuwe of al bestaande ja. collega's ook tussen het wal en het schip zullen vallen. Ja. en laten we daar met z'n allen voor waken. En laten we nou gewoon van de stelling uitgaan... dat de brandweer teamwerk is. En teamwerk niet alleen in dit ding is. Ja. Niet alleen in die auto, maar ook de commandant... Ook de mensen van Financiën. Bij Financiën werk je niet bij Financiën, dan werk je bij de brandweer. Als je logistiek zit, dan zit je niet bij logistiek, dan zit je bij de brandweer. Dan ben je mensen aan het redden. Want als ik geen sokken heb om in mijn brandweerlaarzen te komen. Ik ja, je die functie niet uitoefenen. Kan ik een brandend pand niet in, want dan heb ik blaren. En dan gaat het niet. Een goede afsluiting, jullie zijn één, ja, ik ga toch nog één keer het woord gebruiken, ja. één gezamenlijke familie, een overkoepelende term, de brandweer, jullie ja. zijn daar allemaal onderdeel van, ja. uh, en uh, nou, hopelijk spreken we hierna nou nog even af voor een goede maaltijd, omdat ja, ik uh, dat is goed. Nog een tip voor je goed. krijg die ik ja, met jou ja, ja. kan, uh, ja. kan voorbereiden. Tips zijn te lezen in mijn boek. Ik ga hem, zal hem uh, ja. kopen, brandstof. Bra brandstof, verhalen en recepten van de chef, kok en brandmeester. Dankjewel. PFT. Uitgeverij Brand. Bedankt voor dit gesprek. <laughs> Super, yes.